Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Portfolio Show. Vandaag is het opnieuw tijd om een aandeel uit te breiden. Dat heb ik natuurlijk al meerdere keren gedaan in de eerste 6 maanden van 2023. De rest van 2023 zal ik dat ook doen en daar beginnen we dus vandaag mee. Dus laten we snel beginnen met de video. Als ik kijk naar mijn portfolio zit het net boven de 68.000 euro. De laatste update video is wel eventjes een tijdje geleden, volgens mij een week of twee zo'n beetje. En toen stond het portfolio op min 700 euro. Dus je ziet wel de laatste tijd dat we inderdaad wat verlies hebben meegemaakt. Want als ik ook bijvoorbeeld even ga naar de S&P 500, en ja, dat is natuurlijk niet alles bepalend voor dit portfolio, maar ik zit natuurlijk wel in gespreide ETF's, waaronder de S&P 500. De Vanguard All World heeft natuurlijk ook heel veel Amerikaanse aandelen. Dus als je inderdaad kijkt naar de S&P 500 en je ziet vervolgens als ze inderdaad wat inzoomen, zie je een daling vanaf het hoogtepunt tot nu van, even zien, van bijna 2%. Nou, dan is het natuurlijk niet zo gek dat het portfolio in die laatste twee weken weer een beetje is gedaald, maar dat heb ik natuurlijk ook al vaker aangegeven. Zeker als je kijkt vanaf maart, en dat is natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang geleden, is het natuurlijk ook gewoon tot dat toppunt heel erg snel gegaan met de stijging van 16% in minder dan 100 dagen tijd. Trekken we door tot waar we nu staan, zie je dat er nog een stijging is overgebleven van iets meer dan 14% in de laatste 107 dagen. Is natuurlijk nog steeds echt een fantastisch resultaat, maar het is natuurlijk niet zo gek als we zo'n gigantische sprong neerzetten, dat er af en toe ook 2-3% daling plaatsvindt. En dat hebben we eigenlijk in deze hele stijging gezien vanaf oktober. We hebben echt meerdere momenten meegemaakt dat heel hard ging. En vervolgens werd het ook weer snel weer wat ingeleverd om vervolgens nog verder te stijgen. Dus je ziet steeds dat er een higher low wordt neergezet. En dat is natuurlijk wel erg interessant, dus dat we nu even wat verkoopdruk meemaken en dat je dat terugziet in het portfolio, ja, dat is gewoon onderdeel van beleggen. Natuurlijk had ik graag gezien dat we alleen maar omhoog gingen en dat het portfolio op dit moment in het groen stond, maar dat is natuurlijk een utopie, zo werkt het helaas niet. Maar in deze video is het dus tijd om opnieuw een aandeel uit te breiden en dat heb ik niet eens zo heel erg lang geleden voor het laatst gedaan, want ik ga namelijk Alphabet, oftewel Google, uitbreiden. Op dit moment staat de positie bijna 12% in het groen. Mijn gemiddelde aankoopkoers zit net onder de $100 en de koers is $118. Normaal gesproken, als je kijkt naar de laatste 12 maanden, 18 maanden zo'n beetje, was ik vooral bezig met posities uitbreiden die op dat moment nog in het rood stonden. Maar doordat natuurlijk de S&P 500, de Nasdaq en daardoor dus ook individuele aandelen een gigantische stijging hebben meegemaakt, zie je langzaam maar zeker dat het uitbreiden van die posities een positief effect heeft gehad, want steeds meer posities zijn in het groen. Dus als ik inderdaad in de komende 6 maanden of de komende 12 of 18 maanden zelfs mijn individuele aandelen wil blijven uitbreiden, dan is de kans steeds groter dat ik in plaats van de gemiddelde aankoopkoers naar beneden trek, juist een beetje omhoog. Omdat namelijk die posities uit zijn gebreid tegen hele lage koersen. Dus als we dus een herstel plaatsvinden, zoals we de laatste maanden hebben meegemaakt, ja, dan sta je dan natuurlijk al snel in het groen. Want als we ook kijken naar de chart van Google, ja, we stonden op een gegeven moment op $83. We staan nu op $119. Nou, dat is natuurlijk vrij vlot gegaan, want dat is namelijk van november tot het huidige level is dat 42% stijging in 236 dagen tijd. En als je zelfs de top erbij pakt, was er op een gegeven moment zelfs sprake van bijna een stijging van 55%. En je ziet dus ook dat er op dit moment weer een daling heeft plaatsgevonden, want we zaten in de buurt van $130. En als je hem doortrekt waar we nu staan, zie je inderdaad een daling van 8% in de laatste 3 weken. En als we wat verder uitzoomen, is het natuurlijk nog steeds zo dat er nog steeds een hele lange weg te gaan is tot volledig hersteld, want dan kan je namelijk helemaal doortrekken tot $151, $152 en daar is dus nog een stijging van 27,5% voor nodig. Dus ja, dat zal dus nog wel eventjes een tijdje duren. Maar waarom ga ik dan opnieuw deze positie uitbreiden? Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er ook een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je voor 30 juni registreert via de link, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 juli terug met een max van €100. Zie deze video na 30 juni, kan nooit kwaad om alsnog op het linkje te drukken. De kans bestaat er altijd dat er wat met een andere actie loopt. Dus in de beschrijving staat een linkje, registreer je via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost je niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, zou ik natuurlijk altijd waarderen. Goed,
Waarom ga ik deze positie opnieuw uitbreiden? Als je kijkt naar de waardes, is het nog steeds zo dat Meta Platforms een behoorlijke afstand heeft gecreëerd. Omdat Meta Platforms de laatste tijd, ja, het gaat echt als een gek. Want als we inderdaad even de chart erbij pakken en we kijken bijvoorbeeld alleen al naar het laatste jaar, dan zie je het al van $88 helemaal naar $288. Dus het is echt gigantisch hard gegaan. Maar omdat ik zoveel vertrouwen heb in Meta Platforms in de komende 10 à 20 jaar, heb ik nou niet echt de intentie om te denken, ja, het is hard gegaan, dus laat ik maar wat winst pakken. Nee, ik wil deze posities gewoon behouden, ook al zal dat dus inderdaad neerkomen op een totale waarde van bijna €4.000. Maar vervolgens zie je dus wel dat die andere posities aan de kleine kant zijn. Natuurlijk, hè, meer dan €2.000 bijvoorbeeld in TSM, Apple, Coinbase, etc. Dat zijn natuurlijk nog steeds serieuze bedragen, maar ik wil gewoon gebalanceerd een portfolio opbouwen voor de komende jaren. En dan wil je niet hebben dat één individueel aandeel alles bepalend gaat zijn. Vandaar dus dat ik in de laatste maanden druk bezig ben om mijn posities te vergroten, zodat het gat minder wordt. Alleen merk je wel dat Meta Platforms zo hard gaat dat ik wel blijf bijkopen, maar dat de stijging zo hard gaat dat het bijna niet tegenop te boksen is. Alsnog zal ik daar dus mee doorgaan en dat gebeurt dus nu ook met Google. Zoals je ziet is het nog steeds een flinke positie, maar ik heb gewoon heel veel vertrouwen in Google in de komende jaren. Zeker tegen de huidige waarderingen. Dan wil ik dus dat omhoog krijgen, want we weten natuurlijk allemaal, AI gaat een belangrijke rol spelen. Het is ook natuurlijk wel weer zo dat er op dit moment sprake is van hype, want AI is nieuw en je kijkt natuurlijk als belegger zijnde vooral vooruit en dan denk je AI gaat een grote rol spelen. Dus je ziet gewoon dat er inderdaad bepaalde bedrijven zijn met hele hoge waarderingen die zich vooral richten op AI. En Google is daar natuurlijk ook mee bezig, want die zijn bezig met het lanceren van een eigen AI chat robot genaamd Bard. En dat is dus eigenlijk de concurrentiestrijd aangaan met ChatGPT. Die lopen natuurlijk al een beetje voor, maar ik denk vooral dat het totaalproduct van Google doorslaggevend gaat zijn in het succes in de AI-markt. Want het is natuurlijk zo dat Google gewoon een gigantische moat heeft. Want als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar de markt, als je ziet naar aantal zoekopdrachten, dus echt de zoekmachines, ja, dat is natuurlijk absurd dat ze bijna 93% van de markt in handen hebben. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat Google en YouTube de nummer 1 en 2 zijn als je kijkt naar de zoekmachines. Dus het is natuurlijk zo dat zo'n AI chat robot heel makkelijk geïmplementeerd kan worden en heel veel gebruikers komen dan in aanraking met zo'n AI chat robot omdat ze al gebruik maken van Google. Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld Apple bezit. Apple is enorm dominant. Je ziet ook dat ze heel veel verschillende services aanbieden, waardoor het als gebruiker van Apple steeds makkelijker is om allerlei verschillende diensten, services en producten aan elkaar te koppelen. En dat wil je natuurlijk als gebruiker zijn, dat de ervaring hartstikke makkelijk, soepel en goed verloopt. Dus ook al zou er misschien een chatrobot gecreëerd worden die 5 of 10% beter is dan de AI chatrobot waar Google mee bezig is, ik denk dan nog dat Google door hun positie alsnog daar maximaal van kunnen profiteren. Kijk, is er een AI chatrobot die 50, 60, 70% beter en sneller werkt en veel handiger is, ja, dan heeft Google een probleem. Maar als ze inderdaad een product op de markt brengen waar heel veel gebruikers van denken, ja, dit werkt gewoon prima, zie ik niet zo heel veel mensen overstappen naar bijvoorbeeld een andere zoekmachine. Het is natuurlijk ook zo dat Gmail gewoon een gigant is, want op dit moment zijn er zo'n 1,8 miljard Gmail accounts. Als je kijkt naar alle e-mailadressen die op dit moment actief zijn in de wereld, zit je op ongeveer 4,5 miljard. Dus ook op dat vlak zie je gewoon dat Google daarin een hele dominante rol heeft. Als we ook kijken naar de cloud service, zie je de laatste tijd dat Google ook steeds meer territorium tot zich neemt, al is het wel zo dat ze nog steeds achterlopen op bijvoorbeeld Microsoft en Amazon, maar daar zijn ze dus ook druk mee bezig. Dus ik denk dat AI een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst. Je kan er eigenlijk niet omheen, het is gewoon iets wat we moeten accepteren en daar dus ook maximaal van moeten profiteren. Maar ik denk alsnog dat bijvoorbeeld een Google met al zo ongelooflijk veel gebruikers, ja, zo'n chatrobot, als die gewoon prima werkt, zijn er niet heel veel mensen die denken, ja, als ik toch overstap op een andere aanbieder die misschien 5% sneller of slimmer werkt, dan is dat het waard. Ik denk gewoon dat een hele grote groep gebruik blijft maken van Google en daar kunnen ze dus maximaal van profiteren en dan kunnen ze dus ervoor zorgen dat er steeds meer verkeer langs Google gaat, wat natuurlijk inhoudt dat er steeds meer advertentieinkomsten bijkomen, dat de profit margin omhoog gaat. Dus dat vind ik allemaal erg
erg interessant. Vandaar dus dat ik denk dat AI een grote rol gaat spelen in de komende jaren, maar vooral de positie van Google, met daarbij dus een implementatie van zo'n AI chatrobot, daar ook maximaal van kan profiteren. Want die positie is heel erg lastig in te nemen en Google is natuurlijk al heel erg lang bezig om die positie in te nemen en te behouden. En daar kunnen ze dus nu bijvoorbeeld met zo'n ontwikkeling van AI maximaal van profiteren. Vandaar dus dat ik graag die positie verder uitbrei. Op dit moment is inderdaad de koers $118. Zoals je ziet heb ik een vrije ruimte van €553. Er zit nu iets meer dan $2000 in, oftewel 17 stuks. Dan druk ik op koop, zet ik hem even op $118.50, dan komt hij er wel doorheen. En vervolgens koop ik dus 5 stuks. Dat komt neer op een totaalbedrag van bijna €542. Nou, dat komt goed uit met die vrije ruimte van €553. Ik plaats een order. Er komen natuurlijk kosten bij. Die zijn sinds 15 mei verhoogd. En dat is dus nu €2 per transactie. Ik druk op bevestigen. En hij is uitgevoerd tegen $117.92. Als ik vervolgens naar mijn portefeuille ga. Ik selecteer hem op waarde. Zie je dus nu dat Alphabet, oftewel Google, de tweede positie inneemt. En dat zal dus ook mijn strategie blijven in de komende maanden. Met dat platforms kan natuurlijk ook bijvoorbeeld na zo'n gigantische stijging wat verkoopdruk meemaken. Waardoor op die manier het gat wat kleiner wordt. Maar ik kan er niet omheen draaien. Ik verwacht dat ik de komende maanden vooral druk ermee bezig ben. Om ervoor te zorgen dat het balans weer wordt teruggevonden in dit portfolio. Zodat Meta-platforms dus niet te dominant gaat zijn. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.